Ja, Stacey, en al het moois komt een keer een eind, zo ook aan jouw zaalvoetbalcarrière. Ja, dat is een feit. Dus voor mij volgend jaar wat moeilijk qua tijd. En dit jaar merk ik ook wel dat het wat lastiger wordt allemaal. Dus een mooi moment. En je bent ook ondernemer naast sporter. Inmiddels een enorme staat van dienst opgebouwd in het zaalvoetbal. En mooi afgebouwd hier in de topklasse bij ZVV Zwaag. Ja, heel leuk jaar gehad. Het is alleen jammer dat dit jaar eigenlijk een beetje stroef op gang kwam. Dat is eigenlijk het enige wat zonde is. Voor de rest, dit is een superleuke club, we hebben een superleuke groep. Ik ken alleen in mijn optiek wel een paar plaatsjes hoger spelen. Maar uiteindelijk sluit het zo mooi af. Zesde plek is op zich prima. Het mooie is dat je speelt vandaag tegen de tweede van de Amsterdamse sportvereniging Lebo. Een ploeg die goed voetbalt. En daardoor komt bij jullie ook het beste naar boven. Ja, nou, dit was voor ons een leuke pot. We geven veel ruimte weg in de omschakeling. Dat is normaal niet onze sterkste punt. Dus als ze wat meer ruimte mee weggeven, wordt het voor ons ook wat makkelijker om daarin wat arbeid te verrichten. En hun komen hier om te voetballen. En wij willen ook gewoon graag een potje zaalvoetballen. En dat is gewoon, dan krijg je een leuke wedstrijd. Je zei het al, je hebt een rijke carrière in de zaalvoetbalsport gehad. Denk bijvoorbeeld aan Hoven Cubo, waar je natuurlijk mooie jaren hebt gehad. Maar zo heb je veel meer mooie dingen meegemaakt. Ja, ik heb lang in de zaal gespeeld. We hebben met Lutjebroek mooie jaren gehad. Dat ze in de eerste divisie bij de eerste drie een paar jaar hebben gespeeld. Dat is heel leuk. Hoven Cubo was voor mij iets ander jaar. Vooral de laatste periode. Omdat dat was misschien voor mij iets te hoog gegrepen. Dat ik er een beetje tussenin zwom. Maar dan daar in de tweede wel weer heel belangrijk kunnen zijn. En mijn eerste periode dat ik als 16, 17-jarige bij Hoven Cubo was natuurlijk wel heel leuk. Dat ik daar de kans kreeg om in het eerste te spelen. En dan daar, van daaruit weer verder kon groeien. Dus dat was wel mooi. Je zei het al het goeds komt een eind, maar gelukkig niet helemaal aan je sportbeleving, want je gaat een andere tak van sport beoefenen. Ja, en daar heb ik wel ontzettend veel zin in. Ja, dat is voor mij wel een hele leuke stap, helemaal omdat ik toch wel merk dat ik in mijn eigen voetbalcarrière wel eens wat gemist heb. En ik hoop dat ik die jonge gasten daar wat dingetjes kan helpen. En dat is eigenlijk voor mij een hele leuke uitdaging. Ik vind het heel spannend, maar ik heb er ontzettend veel zin in. Even voor de luisteraars en de kijkers, waar ga je naartoe? Ik word hoofdtrainer van Kwik 78. Mooie club. Ja, leuke club, kleine club, hele gemoedelijke club. Dus voor een nieuwe trainer die echt alles nog moet leren. Super, super goede start. Mensen verwachten niet veel van je, zijn kritisch, zijn al lang blij dat je er elke week bent en je best doet. En als ze een beetje resultaat zien in het verbeteren van die jonge jongetjes van de club, dan zijn ze eigenlijk al heel blij. En ik hoop dat ik dat voor elkaar kan krijgen. Ja, Dave, jij bent nou een speler die niet bij de eerste de beste actie alles afscheurt. Want je hebt nog een jonge leeftijd en toch stop je bij ZVV Zwaag. Met veldvoetbal erbij en binnenkort vader wordt het allemaal niet te veel. Maar je wil ook wel eens rust op de vrijdagavond. Het gaat wel enorm mis. Maar ja, dat was de beste keuze. En die verre uitwedstrijden hoeven ook niet meer per se van mij. Dus, Je zegt het terecht al, ook het gezinsleven is belangrijk. Toch met heel veel plezier altijd hier bij Zwaag gespeeld. Ja, zeker. En ja, eigenlijk stiekem vind ik zaalvoetbal toch iets leuker dan veldvoetbal. Er zit wat meer actie in en ja, je krijgt meer de bal. Er gebeurt wat meer. Dus ja, vanaf eigenlijk de tweede klasse meegemaakt dat we daarin speelden tot de topklasse. Waar je gewoon elk jaar gewoon prima meedeed. En ja, gewoon elk jaar de middenmoot haalde. Het was echt top de zaalvoetbal. En Koes bij Zwaag hier regelen met elke keer Amando's coach en nu Matthijs erbij. Is gewoon prima geregeld. Ja. En de topklasse is ook het niveau waar Zwaag thuis hoort met dit materiaal. Vandaag ook een hartstikke leuke wedstrijd gezien tegen de reserves van Lebo uit Amsterdam. Een ploeg die voetbalt en dus voetballen jullie ook. Ja, nou ja, daar hebben wij wel meer moeite mee tegen ploegen die helemaal inzakken. Ja, dan heb je gewoon mensen nodig die heel veel acties kunnen maken. Nou ja, die hebben wij op Juri Akma niet echt. Dus dit ligt ons heel erg. En volgens mij voor het publiek dit ook alleen maar leuker dan dat het gesloten pot is. Dus ik heb genoten op de bank en in het veld. 2-2 bij de rust, 5-4 de einduitslag. Prima uitslag. Ja. En keurig in de middenmoot geëindigd na een zeer valse start in de competitie. Ja, we begonnen eigenlijk al meteen met -3. En ja, ook een periode gehad waar we in 4 wedstrijden 60 doelpunten tegen kregen. Maar ja, daarna hebben we een te goed elftal om onderin mee te draaien. En dan, als iedereen er is, dan kan je op Jessica na kan je van iedereen winnen. Ja. Dus ja, we hebben een prima elftal en het gaat hartstikke leuk. En hopelijk volgend jaar pakken de jonge jongens het op en komt er wat versterking bij. Lange staat van dienst hier bij Zwaag, noemen ze een hoogtepunt.
Nou ja, eigenlijk twee hoogtepunten. En dat waren twee kampioenschappen ja, die we meemaakten. En dat we ja, tot 7 uur 's ochtends doorgingen. En ja, de uitjes naar Texel waren ook altijd legendarisch. En dat, ja, het ging eigenlijk meer om het drinken dan om het zaalvoetbal. Dus ja, dat waren wel de absolute hoogtepunten. Maar ook de kleedkamerhumor. Dat is ja, wel het leukste waarvoor je eigenlijk op zaalvoetbal zit. Maar überhaupt op voetbal, vind ik. Ik kan dat niet in beeld brengen, die kleedkamerhumor, maar het is altijd feest bij jullie. Het is bij ons vrij vaak feest en nou ja, het gaat ook om de gezelligheid. Je moet hier niet komen om te denken dat we voor het kampioenschap gaan, maar meer van lekker voetballen en daarna een biertje tot ja, soms diep in de nacht te doen. Niet bang dat je afkikverschijnselen krijgt? Nou ja, dat niet. Ik kan nog steeds naar de kroeg gaan op vrijdagavond. Dus, ja, maar zaalvoetbal bedoel ik, hè? Nee, maar ik denk dat volgend jaar even goed wel 1 of 2 wedstrijdjes meepikken. En ja, we hebben ook nog veldvoetbal. Dus voetballen blijven we genoeg. En het is nu alleen de vrijdagavond dat je geen verplichtingen meer hebt. God, Dennis, de keren dat jij voor mijn microfoon hebt gestaan, die zijn niet meer te tellen, hè? Nee, dat klopt. Meestal was het bij Veerhuis en een paar keertjes ook bij Zwaag. Maar ja, het is altijd mooi om hier te staan. Altijd leuk. Ja, vandaag de wedstrijd in het teken van het afscheid. Van jou, van Stacey Major, van Dave Berenpoot. Even over jou. Ik ken jou natuurlijk als een begenadigd voetballer bij het Veerhuis uit Hoorn. Waar je als jonge jongen, 15, 16 jaar, begonnen bent. Ja, dat klopt. Vergane glorie, zoals je het wel kan noemen. Ja, ik was 16 jaar, denk ik, dat ik bij Hollandia en bij Veerhuis tegelijkertijd de stap maakte om een voetballer te worden, zeg maar. Ondanks dat je jong was, enorm veel talent en potentie. En dat was goed opgemerkt door de verschillende trainers. Ja, ja, dat zeg ik niet graag over mezelf, maar... Het is gewoon zo. Ja, nou ja, ik heb een mooie carrière mogen hebben, denk ik. Mooie wedstrijden gespeeld, mooie teams gespeeld. Een beetje tegen Jong Oranje aan mogen zitten. En ja, dat is echt prachtig, ja. Dat is denk ik het enige wat je eigenlijk nog had willen doen, denk ik. Hè? Oranje of Jong Oranje halen, maar je lichaam werkte niet mee. Nee, ik heb jammer genoeg op redelijk jonge leeftijd, ik denk dat ik nog geen 19 was, heb ik mijn kruisbanden gescheurd. Dus toen was het een beetje, ja, was het een beetje voorbij, denk ik. Ja. Toch kwam je uit een lichting veld- en zaalvoetballers die enorm goed speelden. Vooral in de zaal ken ik je erg goed, bij het Veerhuis. Daar zat je met jongens als Maarten Suiker, Joost, noem ze maar op. Een zeer talentvolle groep en terecht, jullie pakten gewoon prijzen. Ja, we hebben super mooie dingen laten zien. We hebben met de KNVB hebben we mooie dingen kunnen laten zien. Met Veerhuis zijn we kampioen geworden in de eerste divisie. Jammer genoeg niet in de eredivisie. Maar zeker een super mooie tijd gehad met die gasten, ja. Ja, nu gooi je de kiksen aan de willigen, want ja, het lichaam wil niet meer, hè, ondanks je eigenlijk nog niet zo oud bent. Nee, 30 jaar is normaal gesproken nog niet het einde, maar ja, ik trek het niet meer. Ik ga nog lekker een beetje veldvoetballen. De ruimtes daar zijn wat groter en dan heb ik gewoon ja, wat meer ruimte om mijn ding te kunnen doen. En dan kan ik nog steeds lekker ballen, zeg maar. Tot slot, een hoogte- en een dieptepunt in vooral je zaalvoetbalcarrière. Ja, dat ik geen interlands heb mogen spelen, jammer genoeg. Niet voor Jong Oranje, niet voor het echte Oranje. En bij het veldvoetbal dat ik ja, vanaf AZ niet nog de stap heb kunnen maken om toch nog in ieder geval in de Jupiler League te mogen starten. En dan misschien nog wel een mooie carrière in de, wat nu de tweede divisie zeg maar, is. Dat zijn dieptepunten, nu de hoogtepunten. Ja, met Veerhuis hebben we eigenlijk heel veel hoogtepunten gehad. Ik denk niet dat ik een specifiek iets op kan noemen. We hebben prachtig mooie wedstrijden gespeeld. Ik weet er wel eentje. In kleine 11 jaar geleden, halve finale van de zaalvoetbalbeker uit, ja, in Eindhoven tegen Cibatax. Wat nu FC Eindhoven heet. Die vonden jullie zeer overtuigend. Ja, dat was geweldig. Jammer genoeg heb ik dat niet als speler mee mogen maken, maar op de bank vanwege mijn blessure. Maar dat was, ja, dat was geweldig. En uiteindelijk een finale gespeeld die we niet mochten winnen, jammer genoeg. Maar dat was echt een geweldig seizoen. Met een hele jonge ploeg, met heel veel talentvolle jongens. Ja, dat is het allermooiste wat je kan meemaken, denk ik. Ja, Matthijs, we hebben al wel vaker hier in de catacomben van Sporthal Zwaag gestaan. Daar hadden we het over dat jullie een beetje een valse start hadden in de competitie. Ja, kijk, dat blijf je een beetje achtervolgen en dat is jammer. Maar goed, zeker vanavond denk ik dat wij laten zien dat we gewoon heel goed kunnen voetballen. Ik zei tegen de jongens ook al, als je een voetballende ploeg tegenover je hebt,
komt er bij jullie ook het beste naar boven? Ja, maar ik denk dat het ook logisch is. Kijk, er zijn een aantal ploegen bij ons in de competitie. Die komen eigenlijk niet om te zaalvoetballen. Die komen gewoon om de bal tegen te houden. Ja, weet je, dat vinden wij ook gewoon niet leuk. En ja, spelplezier, als we dat hebben, ja, dan kunnen we voetballen. ASV Lebo 2, een prima tegenstander. En uiteindelijk winnen jullie hem een beetje op het tandvlees. 5-4, maar wel verdiend. Ja, nou, ik denk zeker verdiend. En ook zeker op het tandvlees. Ik bedoel, die jongens zaten er doorheen. Maar ja, we hebben gewoon met z'n allen gewerkt. En met z'n allen gevochten voor die overwinning. We zeiden het in de wissel ook. Jongens, ik zeg, deze is gewoon van ons. En ja, dan laten ze dat 50 minuten lang zien. Dat is mooi om te kijken. En dus na een valse start in de competitie sluit u het gewoon uitstekend in de middenmoot af? Ja, nou ja, ik geloof plaats 6 op dit moment. En ja, als je dan toch een hele tijd wel toch naar onder hebt gekeken. Niet het idee dat het zou gaan gebeuren, maar goed, je weet het nooit. En dan is dit lekker, ja, absoluut. Vandaag stond ook een beetje een teken van het afscheid van 3 spelers. Dennis Brouwer, Stacey Major en Dave Berenpoot. Wat doet dat jou als oefenmeester? Ja, weet je, kijk, dat zijn alle 3 mannen die of hier bij Zwaag of elders ja, hun sporen gewoon ruimschoots hebben verdiend. En het is mooi, zeker zo'n wedstrijd ook, dat je met z'n alle 3 ja, toch nog in het laatste viertal kan laten stoppen. Dat is mooi, zeker met zo'n wedstrijd. Maar ja, die mannen hebben ja, heel veel mensen plezier gebracht in de zaal. Het seizoen is ten einde, goed afgesloten zoals je zegt. Volgend jaar een nieuwe ronde, nieuwe kansen in de topklasse, maar dan weer met een heel andere selectie. Nou ja, een heel andere selectie. Er stoppen er 3 en dat betekent dat je wat jongens er weer bij moet halen. Nou, Bart Speel die komt er sowieso weer voor vast bij. En dan zijn we nog met een aantal jongens in gesprek. En we hebben alle vertrouwen in dat er volgend jaar een goede groep zit, een jonge groep ook. En jongens die er gewoon echt voor willen voetballen. En dat is belangrijk. Met het duo Matthijs Broersen en Armando Blokker? Ja, we gaan nog een jaartje door, ja. Gelukkig. Ja, ja, weet je, we vinden het zelf heel erg leuk. En het spelletje is leuk, de wedstrijden zijn leuk. De derde helft is hier vreselijk gezellig, weet je. Dus we doen het nog een jaartje.